En dan geef ik graag het woord aan Lore eventjes. Lore zal jullie allemaal eventjes welkom heten. Goedemiddag, inderdaad. Welkom om eens mee te kijken welke ervaringen we hebben opgedaan met SOM1000. We zijn vanuit SOM, samen met alle partners die je hier voor je ziet, gestart in september. Met het idee, er gebeurt hier zoveel in ons onderwijs, het is een zware periode, moeten we deze periode niet documenteren? Dus dat hebben we ook gedaan. We hebben dat proberen waarmaken, die doelstelling van laat ons gewoon 1000 ervaringen verzamelen in een soort van online archief. Aanvankelijk alleen om te documenteren, maar je ziet ook met al die knappe koppen rond de tafel, hè, die partners met wie dat we het samen gedaan hebben, was het misschien toch vrij snel duidelijk dat we daar meer mee konden doen. En dan hebben wij eigenlijk twee richtingen uitgegaan. Daar krijg je vandaag een stukje inkijk in. Ik denk, Leen, dat jij direct mag overpakken dan. Uw micro staat nog uit, Leen. Dus wat we heel concreet hebben gedaan is 10 vragen op een platform gepost. En we hebben daar deze 10 vragen om de week ook daar gezet. De deelnemers konden ook daarna nog wel op de vorige vragen reageren. Maar het was toch wel echt interessant om te zien dat er telkens opnieuw een vraag werd aangehaald. Meerdere deelnemers hebben ook meerdere malen hun ervaringen gedeeld. In totaal zijn er 770 ervaringen gedeeld op dat platform. En dat hebben we ook aangevuld met gesprekken, omdat een ervaring is een quote, is een korte reactie en is een momentopname. We hebben geprobeerd om ook daar wat diepgang aan te geven door met mensen in gesprek te gaan. We hebben 50 mensen geïnterviewd, mensen die allemaal ook op het platform een quote hadden gezet en ook bereid waren om met ons in gesprek te gaan. De bedoeling was daar om het verhaal van de mensen centraal te stellen door vanuit heel open vragen te starten. In dit geval waren dat de momenten waarop school of onderwijs jou verrast hadden, misschien ook heel positieve ervaringen. Maar ook dingen die het moeilijk maakten, uitdagingen, problemen waarmee we geconfronteerd werden. Maar ook de toekomst. Wat hebben we geleerd uit deze coronatijd? En als je zou het onderwijs hervormen na corona, waar droom je dan van? Wat zou je dan willen veranderen? En die zaken hebben we allemaal samengebracht en bracht eigenlijk een hele diversiteit aan stemmen. We hadden zowel leerlingen, kinderen, alhoewel kinderen iets minder, maar ook ouders, ondersteuners, directie, coördinerend directeurs, pedagogisch begeleiders. Dus een hele uitgebreide groep van mensen, ook sociaal werkers die met onderwijs te maken hadden, hebben hun stem aan SOM1000 gegeven. De bedoeling was om in onze artikels alle stemmen aan het woord te laten. Dat wil zeggen dat we niks, geen enkele stem hebben weggelaten. Natuurlijk hebben we niet al die interviews en al die quotes opgenomen. De dingen die overlapten, hebben we natuurlijk wel wel weggelaten. En we hebben er de meest sprekende quotes uitgenomen. En die hebben we samengebracht in een artikel. Het is te zeggen 4 artikels. Die vind je ook allemaal op de SOM-website. De link naar die artikels staat ook in de chat en kan je daar ook raadplegen. Dus terwijl we zo dadelijk de webinar doen, kan je ook verder grasduinen in meerdere quotes door de artikels open te klikken. Hoe hebben we die samengebracht? We hebben die natuurlijk proberen ordenen. We hebben daarvoor categorieën opgesteld. We hebben daar 4 grote categorieën. Dat zijn deze 4 grote categorieën gemaakt. Dus aan de ene kant de rol van leerkrachten en scholen. Dat is een tweede categorie van beleid, school, leiderschap, zorg en de impact op gelijke kansen. En dan hebben we ook het welzijn van leerlingen en onderwijspersoneel in heel brede zin. En dan de vierde categorie was die van afstandsonderwijs en digitalisering. Binnen elke categorie is iedere medewerker binnen de onderzoekscel, dat waren 3 hele capabele studenten, Olivier, Marten en Robin, die elk een deel van die thema's voor hun rekening hebben genomen en daar verder aan de slag zijn gegaan om van onderuit, vanuit wat de quotes zeiden, daar een structuur rond op te bouwen en die samen te brengen in de artikels die je op de website van SOM kan terugvinden.
Deze webinar geeft vooral het woord aan hen. Ik zal daar zelf 1/4 van opnemen. Ik zelf ben hun promotor geweest. Ik heb zelf ook telkens geprobeerd om een beetje voor te doen wat de bedoeling was. Dus we zijn samen gaan interviewen, samen gaan transcriberen, samen gaan coderen, samen gaan analyseren. En dan hebben ze dat telkens ook alleen op zeer goede wijze gedaan, vind ik. En je kan hen nu ook aan het woord bezig horen, liever. En ik laat dan nu ook graag het woord aan Olivier, die gaat starten over de rol van school en leerkrachten. De micro. Ja, mijn micro vergeten, uiteraard. Na een heel jaar vergeten we het nog. Dus ik ben Olivier, zoals Lena al had gezegd. Ik ben een laatstejaarsstudent op het einde van zijn opleiding. En zoals gezegd doe ik dit in het kader van mijn afstudeeronderzoek. En ik ga jullie dus eigenlijk meer uitleg geven over de rol van school en leerkrachten. En we gaan eens kijken naar de verschillende ervaringen tijdens deze coronapandemie. We gaan dat grosweg opdelen in 4 componenten. We gaan eens eerst kijken naar de moeizame interactie die er was. We gaan eens eventjes kijken naar de inzet, de uitdagingen en de rollen van school en leerkrachten die uiteraard zijn veranderd tijdens deze woelige periode. We beginnen met moeizame interactie. Wat er eigenlijk eerst en vooral uitkwam, was dat de moeizame interactie eigenlijk leerkrachten en scholen wel voor heel wat uitdagingen stelde. En we zagen eigenlijk dat het leerproces daardoor werd bemoeilijkt. Zowel leerlingen als leerkrachten. Ze gaven eigenlijk aan dat de interactie die je in de klas krijgt heel erg hard werd gemist, waardoor dat soms moeilijk werd om kwaliteitsvol onderwijs terug te krijgen. De leerlingen gaven ook massaal aan op het platform dat ze het meest leren op het school, waar dat ze interactie hebben met een leerkracht en ook vragen kunnen stellen. Langs de andere kant zien we dat het verminderd contact bij collega's eigenlijk voor heel wat leerkrachten toch een bemoeilijkende factor was. Dat tussendoor babbeltje dat ze hebben met hun collega's in de leraarskamer zitten, dat is heel erg kwaliteitsvol, heel erg nuttig voor hun en is ook wel echt een factor of eigenlijk een noodzakelijkheid om gemotiveerd te kunnen lesgeven. Dus dat was eigenlijk een beetje de eerste les dat we daaruit hebben geleerd. Wat hebben we ten tweede gezien? Uiteraard heeft corona enorm veel inzet van scholen en leerkrachten geëist. Het was drastisch veranderd, maatregelen werden voortdurend veranderd en scholen en leerkrachten hebben zich daar steeds aan moeten aanpassen. Leerkrachten werden dan ook massaal bedankt op het platform van SOM 1000, wel geteld 14 keer. Zoals jullie hier aan de quotes kunnen zien, worden leerkrachtenteams enorm hard bedankt voor hun inzet, krijgen ze pluimen van verschillende soorten respondenten. Enorm fijn om te zien dat zij toch merken dat leerkrachten enorm ver zijn gegaan om nog steeds goed onderwijs te geven. Wat zien we daar verder? Er was enorm veel veerkracht en inzet nodig van beide partijen om kwaliteitsvol onderwijs te bieden. Dat is natuurlijk heel erg logisch, want steeds voortdurend veranderde maatregelen stelden veel uitdagingen en ze moesten dus veel veerkracht en inzet doen. Langs de andere kant was het heel erg moeilijk om grenzen te stellen tegenover die bereikbaarheid. Leerlingen en leerkrachten moesten van thuis uit lesgeven en les volgen. En het was heel erg moeilijk om eigenlijk in dat privéleven langs de ene kant en het werkleven langs de andere kant gescheiden te houden. Leerkrachten gaven ook aan dat ze zich eigenlijk verplicht voelden om toch om 10:30 toch nog dat laatste mailtje te sturen naar hun leerlingen, omdat ze zich gewoon genoodzaakt voelden, omdat die leerlingen ook heel de dag voor hun laptop zaten. Wat ook enorm leuk was om te zien, was dat leerkrachten eigenlijk enorm ver zijn gegaan om al hun leerlingen mee te krijgen. Er zijn huisbezoeken geweest waar dat leerkracht echt aan het huis van de leerling stonden om daar een pakket af te geven, om ervoor te zorgen dat die leerling mee onderwijs kon vormen. En dat waren eigenlijk verschillende vormen van communicatie, wat eigenlijk schitterend was om te zien. Nog uiteraard wat eruit is gekomen, is dat leerkrachten eigenlijk zijn beginnen te leren van elkaar. En ze zijn good practices beginnen uit te delen. Ze zijn dus eigenlijk met elkaar in dialoog gegaan om te zeggen van kijk, wat lukt er bij jou? Kan ik dat eventueel overnemen? Hoe heb jij dat gedaan? Dus er was heel veel interactie en wisselwerking tussen die verschillende leerkrachten, ondanks de afstand.
En ze zijn ook goede voorbeelden met elkaar begint te delen. Langs de andere kant gaan respondenten ook wel aan dat bijvoorbeeld jonge mensen, oudere mensen meer op het sleeptouw namen om toch dat online afstandsonderwijs in te richten. En een sterkere teamwerking. Ja, de school als samenwerkingsorganisatie is deze periode enorm hard naar voren gekomen. En dat wordt ook heel vaak gezegd op het platform en tijdens interviews, dat scholen echt als een team zijn samengekomen, heel veel veerkracht en flexibiliteit hebben getoond om steeds die veranderde maatregelen toe te komen. Uiteraard was het niet allemaal roze geur en maneschijn. Er waren ook verschillende uitdagingen die het onderwijs natuurlijk meekregen. Zo waren er frustraties bij leerkrachten. Leerkrachten hadden het gevoel dat ze eigenlijk een beetje tekort kwamen bij hun leerlingen, dat ze niet de juiste leerstof altijd konden aanbieden, maar ook qua zorg. Ze zagen eigenlijk dat er noden waren die moesten vervuld worden en ze hadden gewoon te weinig tijd om daarop in te spelen. Een ander respondent gaf ook aan dat het lerarentekort in het onderwijs daar ook een frustratie bij was. Er waren frustraties bij leerlingen en ikzelf als student kan me daar soms eventueel wel bij aansluiten dat de leerlingen enorm veel van hun verwacht werd, enerzijds. Langs de andere kant voelden ze zich ook niet ondersteund door leerkrachten, ja, waardoor dat er een bepaalde frustratie bij die leerlingen was van kijk, ze begrijpen ons niet, wij doen hier zoveel werk en die leerkrachten zijn maar niet begaan met ons. Zoals je ook kan lezen in de quote, hè, ze zeggen dat ook niet alles rond school draait, dat ze ook hun problemen thuis hebben en dat leerkrachten daar eigenlijk niet naar polsten en dus ook geen betrokkenheid tonen. Er waren verschillen tussen leerkrachten op vlak van inzet en engagement. Heel duidelijk, af en toe in het platform gaven toch wel heel wat mensen aan dat er verschillen waren tussen leerkrachten op vlak van hun inzet. Leeftijd bleek daar ook een bemoeilijkende factor bij, omdat ze zeiden van, ja kijk, die oudere leerkrachten zijn soms gewoon nog niet mee met die technologische ontwikkelingen, waardoor dat zij ook niet altijd even goed onderwijs kunnen aanbieden. En dat wordt hier ook gezegd, bijvoorbeeld in de quote, een collega heeft heel tijd lesgegeven, heel mooie dingen gemaakt, terwijl de andere collega niks deed. Dat verschil werd toch wel regelmatig aangehaald bij de respondenten. En dan uiteraard is er een verschil tussen scholen. Niet elke school nam zijn rol altijd even goed op. Maar hier moeten we voorzichtig mee zijn. Dit was het antwoord van één respondent. Voor de rest hebben we daar weinig input van gekregen. Dus dat is toch een kleine kanttekening dat we daarbij moeten maken. Uiteraard zijn er ook heel wat uitdagingen. Hè? Er is bijvoorbeeld een leerachterstand. Heel wat leerlingen zijn bang dat ze eigenlijk een leerachterstand hebben opgehaald door corona, door dat afstandsonderwijs. Maar we maken daar ook de kanttekening bij dat leerkrachten en directie van secundaire scholen ook zeggen van dat valt eigenlijk nog wel goed mee. En we mogen daar ook niet te hard aan tillen, maar we moeten wel een soort voorzichtigheid hebben. Uiteraard is de rol van school en ook de rol van leerkrachten enorm verbreed. Wat hebben we gezien? School is een sociale ontmoetingsplek voor leerlingen. Ze voelen zich daar thuis. Ik kan dat zelf ook beamen. Een school is waar je vrienden ziet. En dat is natuurlijk heel erg leuk om te zitten. En dat biedt in de tweede plaats ook structuur aan bij leerlingen. Ze zijn bezig met hun dag. Ze hebben een bepaalde routine. Opstaan, naar school gaan, leren. Heel wat leerlingen gaven ook aan dat hun slaapritme eigenlijk volledig verstoord was door dat online onderwijs. En langs de andere kant is het heel duidelijk geworden dat school eigenlijk veel meer voor leerlingen betekent dan gewoon enkel en alleen kennisoverdracht. Ze zeggen ook dat het een plaats is waar dat ze veel meer leren, zelfstandig zijn met hun vrienden. Dus school kan echt wel een rol spelen in de algemene ontwikkeling. Langs de andere kant is de rol van leerkrachten verbreed. Hè. De leerkracht is een vertrouwenspersoon en motivator voor leerlingen. Hij doet aan informele initiatieven tijdens de lessen, werden heel hard geapprecieerd door de leerlingen, van gewoon eens een kerstkaartje sturen, zoals deze student hier zegt, of bijvoorbeeld gewoon een informele activiteit tijdens de les, een spelletje spelen, werd heel erg hard geapprecieerd. En dan inhoudelijk expert, zijn ze eigenlijk hun leerstof nog altijd kunnen aanbieden, was de vraag dat wij gesteld hebben. En daarop kregen we het antwoord dat ze dat eigenlijk wel hebben kunnen doen door terug te grijpen naar die essentie van oké, wat is er hier belangrijk? Wat kunnen we schrappen? En zo hebben ze eigenlijk nog steeds kwaliteitsvol onderwijs kunnen aanbieden. Een andere respondent gaf aan dat eigenlijk leerkrachten een wegbereider zijn voor leerlingen en ze ook een kans moeten geven om de dingen anders te zien. Dat waren eigenlijk de ervaringen. Nu gaan we door naar de suggesties voor rollen van scholen en leerkrachten.
Ook hier delen we eventjes op. We hebben betrokkenheid en motivatie. We hebben teamwerking, maatschappelijk relevant onderwijs, differentiatie in lerarenambt en professionaliteit van leerkrachten. Een eerste respondent zei wel dat corona de macht heeft om heel veel dingen in het onderwijs te veranderen, maar dat we daar wel voorzichtig mee moeten zijn om deze externe invloed niet zomaar de motor te laten zijn van drastische veranderingen. Want dat is geen goed leiderschap. Wat wil je daar eigenlijk mee zeggen? Eerst leren en dan aanpassen. En dat willen we ook wel meegeven. Wat gaven respondenten massaal aan dat de motivatie en bij de betrokkenheid tegenover leerlingen terug centraal moet? Er werd heel vaak gezegd dat er een informele band tussen leerkrachten en leerlingen zou moeten ontstaan en dat dat eigenlijk wel heel erg waardevol zou zijn. Dat de mentaliteit moet veranderen en dat die relatie tussen leerling en leerkracht toch iets minder formeel zou moeten worden en dat zij ook samen dingen zouden kunnen doen. Een leerkracht is een vertrouwenspersoon voor leerlingen, dus waarom daar ook geen informele band van maken? Maar aan de andere kant is het ook heel erg duidelijk geworden dat teamwerking o zo belangrijk is en dat daar dus echt nog meer moet worden op ingezet. Maatschappelijk relevant onderwijs is ook iets wat respondenten aanhaalden om in te richten dat het onderwijs gewoon meer maatschappelijk relevante vakken moet aanbieden en dat ze dat ook zo snel mogelijk misschien moeten interpreteren. En dan een differentiatie in lerarenambt. Hier wordt eigenlijk gewoon gezegd dat leerkrachten eigenlijk terug hun rol zouden moeten kunnen opnemen zonder alle andere verwachtingen bij leerkrachten. En dat ze dus eigenlijk de inhoudelijke rol terug meer zouden moeten kunnen opnemen. En wat ook naar voren kwam, was de professionaliteit van leerkrachten verhogen, waar dat er eigenlijk gepleit werd om het niveau van leerkrachten omhoog te halen en de naschoolse vormingen ook naar hoger te brengen, zodat we sterkere leerkrachten hebben voor het onderwijs van morgen. Zo, dat was mijn deel van de presentatie en dan geef ik nu het woord door aan iemand anders. Goed. Ik neem opnieuw het woord over. Dank je wel, ook Olivier. Het was heel fijn om dit samen te doen ook. We hebben eigenlijk heel vaak ook samen nagedacht van wat zetten we bij suggesties, wat zetten we bij ervaringen. Die tweedeling van ervaringen en suggesties ga je eigenlijk telkens opnieuw krijgen. En je moet natuurlijk ook wel altijd in de oogenschouw nemen dat wat we hebben weergegeven, dat soms over veel respondenten gaat, soms over minder respondenten. In de artikel staat ook wel altijd aangegeven of dat iets is dat heel veel mensen hebben gezegd of dat iets is dat weinig mensen hebben gezegd. Wat ook belangrijk is natuurlijk, het zijn verschillende stemmen en het is zeker niet zo dat we over alle groepen een representatieve steekproef hebben gemaakt. Dus dat is misschien toch wel belangrijk om weer te geven. Oké, ik ga in op een aantal aspecten. Dat zijn er verschillende, dus zowel de rol van beleid op school als het Vlaamse onderwijsbeleid, als het lokale beleid, maar ook de invloed van zorg en de impact van corona op gelijke kansen. Wat we onmiddellijk moeten vaststellen is dat er heel wat uitdagingen waren en dat die uitdagingen zeker voor directie heel groot waren. Er was dan ook heel veel waardering van heel veel mensen voor de inzet van directie. Dus een dikke pluim hier, zegt deze kleuterleidster, omdat er voortdurend verandering was en eigenlijk was dat iets dat heel snel op heel korte tijd moest geïmplementeerd worden door iedereen, maar zeker ook door directie. Een bijkomend heikel punt was het feit dat er bij ouders ook heel wat onduidelijkheid, maar ook twijfel, verschillende stemmen waren, waarbij dat er dan telkens ook moest overtuigd worden. Ja, moeten we de kinderen naar school sturen, ja of nee? Zeker in de eerste fase spelen dat zeker wel een rol. En dan had je natuurlijk de grote uitdaging van de versnelde digitalisering. Er was nood aan veel ICT-ondersteuning. Er was ook veel nood aan preventieadviseurs die hun zegje moesten doen. Dus uw school herinrichten, dat was toch wel een grote uitdaging voor veel directies. Heel veel respondenten hebben, zoals ik al zei, hun dank geuit naar hun directie toe, maar hebben ook benoemd wat ze waardeerden aan hun schooldirecteur. En dus bijvoorbeeld een van de dingen die ze belangrijk vonden was de voortdurende waardering
of de betrokkenheid, maar ook het heel kort op de bal spelen. Wat vaak werd aangehaald, wat dat ze waardeerden, was de flexibiliteit en de daadkracht om toch die beslissingen, ook al was er onduidelijkheid, om toch door te gaan, om eigenlijk die beslissingen ook met een zekere zekerheid te kunnen communiceren. Dat werd heel sterk gewaardeerd aan directies. Wat dat er ook gewaardeerd werd, was dat directies geprobeerd hebben om de grote chaos die er was te reduceren en een duidelijk kader te bieden naar hun personeel toe. Ook dat was iets dat vaak werd aangehaald. En directies die daar beter in slaagden, konden ook op meer waardering rekenen. En dan had je natuurlijk de verschillende snelheden waarin een team ging, waarin ouders dachten, waarin leerlingen bezig waren. En die voortdurende communicatie naar die verschillende groepen, preventieadviseur enzovoort, was een hele heikelijke klus, maar en een heel omvangrijke klus. Maar directies die dat sterk hebben gedaan, die konden toch ook wel echt op veel appreciatie rekenen. En dan, zoals de quote hier natuurlijk ook zegt, is het waarderen en motiveren van het team. Ook dat zijn dingen die natuurlijk in deze periode belangrijk waren om mensen gaande te houden. Veel directies zijn daar ook met verve in geslaagd. En dan één respondent haalde aan dat eigenlijk de kwaliteitsbewaker van directie belangrijk was en dat dat soms ook iets sterker kon, dat sommige leerkrachten zich wat harder inzetten als anderen en dat directies volgens hem, of zijn directeur in zijn geval, eigenlijk daar iets harder tegen had moeten optreden. Maar dat was één respondent. Dan heb je het Vlaamse onderwijsbeleid en daarmee bedoelen we het beleid van onze minister of het beleid van coronamaatregelen dat gevoerd werd. En dat was niet altijd warm onthaald. Iets wat heel sterk aan de kaak werd gesteld door zeer veel respondenten was het feit dat de communicatie vaak laat, stroef, onduidelijk was. En dat dat voor iets als het onderwijs of iets als scholen toch wel echt een heel vermoeiende zaak was. Want om een school goed te laten draaien heb je heel erg veel organisatie, coördinatie nodig. En dat op laatste moment omdraaien maakt het toch wel heel vermoeiend. Bovendien verliep die communicatie soms via de media. En ook dat was toch wel iets dat door verschillende respondenten werd aangekaakt. Geklaagd dat ze vaak minder wisten als wat ouders gehoord hadden via media, was iets wat niet werd gewaardeerd. De respondenten die op dit thema zijn ingegaan, waren het ook wel eens dat er nood was aan meer continuïteit. Dat er zeker in de beginfase vaak te snel werd gedacht aan versoepelingen, terwijl er in onderwijs echt nood is aan meer stabiliteit en dus ook beter, wat langer, de strengere maatregelen aanhouden. Daar waren degenen die deelnamen aan SOM1000 het toch wel over eens dat dat een betere piste was geweest. Maar dat zijn natuurlijk vijgen na Pasen. Maar dat wil niet zeggen dat het helemaal kommer en kwel was. Er was ook appreciatie voor het Vlaamse onderwijsbeleid en dat het was vooral door het feit dat het basisonderwijs, dat er veel inspanningen zijn geleverd voor het feit dat het basisonderwijs vanaf september echt ook volledig open kon. Maar ook dat er voor kwetsbare groepen uitzonderingen werden gemaakt en dat daar ook mogelijkheden was, zoals voor OCAN, werd zeker ook gewaardeerd. Dan gaan we over naar het lokale beleid. Daar vond men eigenlijk de samenwerking heel constructief. We moeten natuurlijk ook wel zeggen hoe dat is. We hebben SOM1000, SOM is een netwerk, samen onderwijs maken in Leuven. De mensen die deelgenomen hebben aan SOM1000 zijn natuurlijk ook allemaal mensen die SOM heel goed kennen en daar vaak ook vaak mee samengewerkt hebben en dus dit ook goed konden benoemen. Maar in ieder geval kwam er uit deze documentatie toch wel echt op verschillende vlakken heel veel waardering in de zin van ik ben trots op het feit dat ik Leuvenaar was. Er was toch ook wel echt een verschil tussen Leuven en andere steden. We hebben op heel veel verschillende vlakken dingen kunnen doen. Niet alleen materiaal uitdelen of laptops, maar ook andere diensten inschakelen. Duidelijke communicatie. En wat specifiek werd gehighlight was het feit dat verschillende directeurs het fijn vonden om te overleggen met de CODI's, dat zijn de coördinerende directeurs. Zij kwamen iedere vrijdag samen en bespraken de stand van zaken.
Verschillenden hebben ook uitgedrukt dat ze dat graag wilden behouden. En vooral medewerkers van de stad haalden ook aan dat ze het fijn vonden dat er eenzelfde visie was tussen deze directeurs. Dus dat er vaak voor dezelfde dingen werd gegaan, dat er vaak, en die visie was ook vaak die van iedereen mee, gelijke kansen, daar gaan we voor. En dat er ook over de netten heen heel constructief werd samengewerkt. Maar ook het feit dat de stad echt effectief een ondersteuner was en dus materialen enzovoort ter beschikking stelde, ook meedacht over oplossingen of uitzonderingen voor bepaalde doelgroepen, ook dat werd gewaardeerd of bijvoorbeeld de zomerscholen heeft ingericht, was zeker ook wel iets dat fijn was. En dan heb je een specifiek voorbeeld dat aangehaald werd, als een good practice werd benoemd, ook het inschrijfplatform waarbij dat er vanuit de stad een schabloon werd opgesteld om de digitale inschrijving voor het basisonderwijs op heel korte termijn mogelijk te maken en daar ook iedereen mee terug aan te spreken. En daarmee bedoel ik vooral dat ook mensen die het digitaal moeilijk hadden, toch nog op school te kunnen ontvangen. Dus dat was zeker een good practice. Hetzelfde geldt voor de zomerschool. De zomerschool was iets dat vanuit SOM werd ingericht en waarbij heel sterk gekozen werd voor verbinding, voor motiveren, voor inspireren. En ook dat was wel iets dat vaak werd aangehaald als een mooie, mooi verhaal, een mooie good practice. Als we dan gaan naar het aspect van ongelijkheid, ik denk dat we daar al heel veel over gehoord hebben, ook in media. Corona is geen gelijkmaker, speelde ook voor iedereen op een verschillende manier. En dat was ook iets dat veel respondenten hebben aangehaald. Iets dat er vaak terugkwam en heel zichtbaar is geworden, is bijvoorbeeld de digitale kloof. Ik denk dat we dat al heel vaak hebben gehoord ook, de internetverbinding, de behuizing, natuurlijk de laptop op zich, spelen allemaal een rol. Maar ook de digitale competenties waren zeker niet voor iedereen gelijk en dat heeft zeker heel sterk zich getoond. Wat soms voor heel schrijnende situaties, en ik raad u aan om dat stuk zeker te lezen in het artikel, omdat je de verhalen maar het best kan lezen als je ze ook ziet. Maar het feit dat soms de digitale hulpverlening echt wel voor schrijnende situaties kon zorgen. Mensen die hun aanvragen niet in orde kregen, mensen die eigenlijk met dingen niet in orde geraken, ook CLB die mensen niet meer konden bereiken, omdat alles digitaal moest zijn. En bijvoorbeeld ook mensen met een beperking werden eigenlijk wat aan hun lot overgelaten, was zeker voor moeilijkheden heeft gezorgd en waardoor dat die ongelijkheid toch maar weer op scherp kwam. En dan heb je natuurlijk het aspect van anderstaligheid. Dat speelt altijd natuurlijk. Kleuterleidster vertelde bijvoorbeeld, we hebben altijd ouders gehad die misschien nog juist naar het schoolfeest komen, maar zeker in dit geval, als je allerlei dingen online organiseert, dan gebeurt er niks. Of is dat heel moeilijk om bepaalde groepen te bereiken. Dus ik denk dat dit iets is wat dat velen onder ons wel kunnen herkennen. Dat vele maatregelen toch wel gestoeld waren op middenklasse mensen. En dat zo de typische trampoline met een mooie tuin, dat zeker niet iets was dat voor iedereen ook waarheid of realiteit was. Dat neemt niet weg dat er prachtige inzet is geleverd door scholen, CLB's, zorgmedewerkers op heel veel vlakken. Ze werden heel uitgebreid ook bedankt op het platform. Hier zie je een aantal voorbeelden van geschenken voor mensen die op alle mogelijke manieren hebben geprobeerd om toch iedereen aan boord te houden, om toch goede dienstverlening te voorzien en in te bouwen. Dus dat is zeker fijn geweest. Dat is ook echt indrukwekkend geweest, vaak. Maar jammer genoeg is er ook wel het feit dat die corona er ook voor gezorgd heeft dat de gelijke kansen in het onderwijs niet altijd realiteit zijn. Er zijn bijvoorbeeld met de uitstroom van OCAN-leerlingen is hier een duidelijk voorbeeld dat leerkrachten, zeker nu met corona, niet nog meer druk en het moeilijk vonden om ook al leerlingen in hun school op te nemen.
Of bijvoorbeeld ook in de hele communicatie, als leerlingen afhaken, dat het soms moeilijk is voor leerkrachten om zich in te leven in hoe het is voor mensen met een kleine behuizing of een andere taal, dat daar toch nog veel moeilijkheden zijn om ook echt die inclusiviteit waar te maken. Dus gelijke onderwijskansen waren zeker niet altijd een realiteit. Bovendien, en dat heeft toch ook wel erg gespeeld, was dat de digitalisering, de drempel naar de hulpverlening, het vinden van de CLB's en andere mogelijke hulp, die is sowieso moeilijk, maar dat heeft zeker nog sterker opgespeeld nu in corona. Dus de drempel naar hulpverlening was zeker nog wat moeilijker. Dat neemt niet weg dat we heel veel geweldige suggesties, soms suggesties van maar één persoon, dat moeten we echt wel zeggen. Dus we gaan heel veel verschillende suggesties hierover lopen, maar vele zijn door één persoon vermeld. Maar we hebben, zoals gezegd, alle mogelijke stemmen opgenomen. Wat wel zo was, was dat heel veel mensen uitdrukkelijk de wens hadden dat er na corona hopelijk veel meer aandacht zou zijn voor kansarmoede, voor ongelijkheid en die ook echt weg te werken in het onderwijs, maar ook breder. Dat veel verschillende mensen hoopten dat die gelijke onderwijskansen en dat inclusief onderwijs realiteit zou worden. Er waren ook kritische bedenkingen, namelijk dat we dat al lang proberen en dat er eigenlijk tot op heden nog niet altijd evenveel zoden aan de dijk zijn gezet. Iets wat zeker waar veel stemmen voor opgingen, daarom niet zo benoemd als brede basiszorg of inclusief onderwijs, maar wel aspecten daarvan, is de brede basiszorg om daar echt voor te gaan. En voor velen begon dat met een visie. Dus velen moet genuanceerd worden, dan waren er enkele die zeiden, eigenlijk gaat dat gewoon om wat wil ik als school, waar sta ik voor? En vanuit die visie dan ook verder te gaan denken. Iets anders dat werd aangehaald was ook de vorming van leerkrachten. Zowel in de lerarenopleiding als in de professionalisering was dat toch iets dat een aandachtspunt verdiende. Dus visieontwikkeling kwam op één, maar daarnaast werden ook zaken aangehaald als we moeten meer heterogene klassen krijgen. We moeten die diversiteitscompetenties van leerkrachten versterken. We moeten ook meer interessegericht oriënteren halen. Student, ik wil veel meer mijn interesses kunnen verkennen in school. Dat gebeurt nu veel te weinig. Taalondersteuning is iets wat een ook-aan-ondersteuner aanhaalde. Eigenlijk kunnen ook aan leerlingen, ex-ook aan leerlingen, heel veel mits de nodige ondersteuning. Alsjeblieft, laat ons daarop inzetten. Wat we ook nodig hebben, haalde een sociaal werker aan, is veel meer anderstalige rolmodellen in het onderwijs. En wat verschillende studenten aan en leerlingen aanhaalden, was dat het CLB en de zorg toch nog vaak een niche apart was in de school en daardoor niet altijd toegankelijk. En dat dat toch ook iets is waar we best op zouden inzetten. Goed, dus de overheid verwacht heel veel van scholen en het allerbelangrijkste dat daarbij werd aangehaald is dat er eigenlijk gewoon meer ruimte zou moeten komen. Meer ruimte voor zorg, meer ruimte voor kleinere klassen, meer ruimte voor het differentiëren in opdrachten. Dus wat dat betreft was wellicht iets dat door meerdere respondenten werd aangehaald. Wil je dat ook echt realiseren, dan heb je eigenlijk nood aan gewoon meer omkadering in het onderwijs. Iets wat daarnaast nog een uitdrukkelijke wens was, dat er sterk leiderschap of geïnvesteerd zou worden in sterk leiderschap in onderwijs. Dat directies echt een school kunnen maken en dat directies ook echt het verschil maken. Maar wat dat ook zou kunnen veranderen, is dat scholen soms kritischer moeten staan ten opzichte van hun eigen werking en ook gemakkelijker op procedures zouden moeten invoeren om met klachten of werkpunten om te gaan. Iets wat niet altijd het geval is volgens sommige respondenten. Dus ook inzetten op kwaliteitszorg was zeker iets dat werd aangehaald.
Tot slot waren de partnerschappen. Als een school alles wil doen wat die wil doen, dan zouden we eigenlijk dat in een breder samenwerkingsverband, lokaal, met hogescholen, met andere organisaties, was ook wel iets dat er duidelijk uitkwam. Goed, ik weet dat we heel veel informatie op hele korte tijd. Het is natuurlijk ook heel fijn om een hele doorsnede te krijgen van alles wat er gebeurd is tijdens corona. Dus bij deze hebben we nog twee hele interessante thema's en ik hoop dat jullie daar ook nog echt zin in hebben om dat te horen. Marten gaat met jullie even ingaan op het welzijn van leerlingen en onderwijspersoneel. En dan gaat Robbie nog verder ingaan op het afstandsonderwijs en alle ervaringen daar rond. Ik ben dus Maarten van Schouwbroek, ook een laatstejaarsstudent aan de UCLL. En ik heb meegewerkt aan dit onderzoek in eerste instantie in kader van mijn afstudeeronderzoek. En ook omdat de pandemie toch heel wat pijnpunten heeft blootgelegd en ik daar eigenlijk wel graag mee een oplossing had willen voor zoeken naar de toekomst toe. Nu dat die pandemie een grote impact heeft gehad op ons dagelijks leven, moet ik niet vertellen. Dat heeft iedereen wel ondervonden, maar hij heeft natuurlijk ook een grote impact gehad op het mentaal welzijn van leerlingen, van studenten en van het onderwijspersoneel. En we hebben daar eigenlijk 7 grote groepen van ervaringen in. Een eerste ding is, heel veel mensen gaven eigenlijk aan dat ze bang hadden van corona. Een respondent haalde zelfs aan dat ze het eigenlijk vergeleek met een soort van oorlog die we moesten overwinnen. Mensen hadden echt schrik van om besmet te worden, om andere mensen te gaan besmetten en om dierbaren te verliezen. Nu, naast die angst voor corona werken die maatregelen om het virus tegen te gaan ook vaak belemmerend. Als je gaat vragen aan de respondenten, wat is nu de meest belemmerende maatregel, dan gaat iedereen zeggen het mondmasker. Iedereen vond dat mondmasker eigenlijk heel vervelend, omdat ze daardoor problemen hadden met de adem, maar ook het luisteren of het horen van iemand anders was veel moeilijker. En ook het overbrengen van een boodschap naar andere mensen toe verliep moeilijker, omdat je die gelaatsuitdrukkingen niet kon zien. Dus hieruit hebben we echt wel geleerd hoe belangrijk die gelaatsuitdrukkingen wel niet waren. Nu, als we dan eens gaan kijken naar waar leerkrachten het voornamelijk moeilijk mee hadden, was eigenlijk het hanteren van die maatregelen. Dus altijd te ontsmetten, altijd zorgen dat er voldoende afstand was tussen zichzelf en de leerling en de leerlingen onderling. Dat zorgde voor heel veel stress. Terwijl als we dan eens gaan horen bij de leerlingen en de studenten, was voor hun de moeilijkste belemmering toch wel die beperking activiteiten. Daar hadden we toch wel heel moeilijk mee, omdat ze echt moesten gaan kiezen tussen verschillende vriendjes van met die mag ik omgaan, die mag ik deze week zien. Dus ja, daar hadden ze toch wel eigenlijk, voelen zich beperkt in hun vrijheid in. En doordat die activiteiten zo werden ingeperkt, werd natuurlijk ook het sociaal contact sterk verminderd. En dat is toch... Rick, er is gegeten, hè? Dat veel ook niet, dat ook gegeten. En ik heb het druk. En dat is toch, dat sociaal contact werd ingeperkt, dat kwam op het platform toch ver naar voren dat het meest werd gemist. In totaal gingen zo'n 101 quotes over het missen van dat sociaal contact. Bij leerkrachten was dan voornamelijk zo die kleine spontane momentjes in de leerkrachtenkamer of in de gangen die ze misten, terwijl het bij dan leerlingen vooral de beperking was van het sociale leven. Vooral bij leerlingen in het lager onderwijs was het onderhouden van die contacten online vrij moeilijk. Maar voornamelijk uit de interviews en de platform halen we voornamelijk dat de eerstejaars toch wel voor een nog grotere uitdaging stonden. Vooral aan het hoger onderwijs, want zij hadden eigenlijk nog nooit de kans gekregen om nieuwe mensen te leren kennen en om een netwerk uit te bouwen aan dat hoger onderwijs, waar ze soms... toen ze terug naar de aula mochten gaan, aan de aula stonden en niet zeker wisten dat ze wel op de juiste plek stonden, omdat ze gewoon eigenlijk niemand kende van hun richting. Nu, het was niet alleen voor studenten moeilijk. Ook tijdens de eerste lockdown hadden ondervonden ouders ook heel wat moeilijkheden in de combinatie werk en opvoeding. Aangezien zowel de ouders van thuis moesten werken als de kinderen...
ook thuis onderwijs moesten volgen. En dat zorgde soms voor een heel hectische periode. Meer door ook dat ondersteuningsnetwerk van grootouders, vrienden, familie eigenlijk totaal wegviel door die coronamaatregelen. Zij dat dan moeten oplossen door schema's op te stellen, door ieder een eigen ruimte te geven. Dus dat was echt een grote uitdaging. Nu, in het nieuws kwamen de jongeren vaak in het nieuws, omdat zij het misschien extra moeilijk hebben. Vele jongeren haalden eigenlijk aan dat het schoolleven eigenlijk meer draait dan alleen het leren van kennis, maar ook eigenlijk het leren ontplooien in vriendschappen en bepaalde vaardigheden aan te leren in dat onderwijs. En dat viel eigenlijk allemaal weg door de afstandsonderwijs, door die door die coronamaatregelen. Waardoor dat ze zich eigenlijk soms een vergeten groep voelden. Ze hadden het gevoel dat er heel veel van hen verwacht werd. Maar als ze dan hun bezorgdheid uiten, dat ze eigenlijk direct het deksel op de neus kregen en als zondebok werden afgestempeld van ja, jullie moeten niet klagen, want je hebt de kans om online les te krijgen. Dus dat was wel heel zwaar voor die studenten. Dat haalden ze ook telkens weer aan. Maar ja, wij mogen onze bezorgdheden niet uiten. Nu, het was niet alleen moeilijk voor de studenten. Het was namelijk ook moeilijk voor ouders, voor leerlingen in het middelbaar onderwijs, maar ook in het lager onderwijs en ook voor het kleuteronderwijs. Voornamelijk in de maatregelen was er verwarring en verdeeldheid. De versoepelingen, verstrengingen, terug verstrengingen. Dat zorgde er eigenlijk voor dat er geen perspectief meer was op een gegeven moment naar de toekomst toe. En dat heel veel jongeren en misschien ook wel volwassenen het soms een beetje beu werden. Waardoor een gebrek aan motivatie eigenlijk, waardoor de motivatie eigenlijk heel snel naar beneden ging. Een ander probleem met het afstandsonderwijs was eigenlijk dat elke dag was hetzelfde. Elke dag moest je achter je computer staan, taken maken. Was je ook alleen. Wat ervoor zorgde dat er eigenlijk een heel hoge werk- en prestatiedruk ontstond bij leerlingen. Aangezien al die sociale activiteiten vielen weg, dus de nadruk lag voornamelijk op school, op het schoolwerk. Waardoor ze echt wel misschien zichzelf ook wel een druk opleiden van ja, kijk, ik moet presteren, ik moet al die taken afwerken. Ik moet ook elke dag achter mijn computer voor het school bezig zijn. Dus daar hebben leerlingen heel veel ondervonden dat die prestatiedruk echt enorm toenam. Een ander iets dat ze hebben ervaren is eigenlijk ook dat heel veel mensen zich eenzaam voelden, zich opgesloten voelden. Een van de interviews haalde zelfs aan dat ze zich soms in een gevangenis voelden, omdat ze niks mochten. Je mocht alleen maar werken voor het school. En dat zorgde natuurlijk voor niet altijd positieve emoties. Nog iets wat die pandemie of die lockdown heeft extra benadrukt, zijn eigenlijk de familiale problemen die een gezin of een familie misschien al had, die door die lockdown eigenlijk nog sterker naar voren kwamen. Dus hier zien we een verhaal over een student die aanhaalt van ja, kijk, ik ben op een gegeven moment alleen moeten gaan wonen, want ik kon niet 24 op 24, 7 dagen op 7 voor mijn mama zorgen of, en voor mijn broer. Dat ging gewoon niet. Die combinatie met school, dat zorgde voor heel veel stress. Nu, ik heb hier al heel veel negatieve gevoelens en negatieve aspecten aangehaald. Natuurlijk, die coronapandemie heeft natuurlijk ook wel voor een aantal lichtpunten en voor een aantal hoopvolle situaties gezorgd. Heel veel leerlingen, heel veel leerkrachten haalden eigenlijk aan dat die eerste lockdown toch wel een soort van een rustperiode was, zowel mentaal als fysiek. Alles viel eigenlijk even weg. Hè. Dat onderwijs, die verantwoordelijkheden, die deadlines, dat viel op een gegeven moment in het allereerste begin eventjes allemaal weg. En daarnaast is er ook een groei van appreciatie naar zowel leerkrachten als leerlingen gekomen. Hè. Op platform worden heel vaak mensen bedankt om de veerkracht die ze tonen, om de zelfstandigheid die ze hebben ontwikkeld. Daar wordt echt voor gewaardeerd en geapprecieerd. Nu, heel veel mensen hebben ook geleerd
dat een gezonde levensstijl en beweging heel belangrijk is om je mentaal goed in je hoofd te voelen en in je vel te voelen. Dus dat moeten we ook wel zeker meenemen naar de toekomst toe. Dat niet alleen negatieve aspecten waren, maar ook positieve zaken aan het licht kwamen. En misschien wel het belangrijkste is eigenlijk hoe belangrijk wel niet de steun is van zowel naasten, maar ook van derden. Dat die echt dat heel belangrijk is dat die jou kunnen helpen. En die werden dan ook heel uitvoerig bedankt op het platform. Nu naar de toekomst hebben we eigenlijk drie grote adviezen of suggesties geformuleerd. Namelijk het eerste, het is belangrijk dat we als school of schoolgemeenschap een evenwicht gaan zoeken tussen het mentaal welzijn en het behalen van eindtermen. Uit het onderzoek is gebleken dat heel veel mensen het gevoel hadden dat ze eigenlijk dat ze de eindtermen moesten behaald worden en dat mentale welzijn eigenlijk maar iets, dat was niet zo belangrijk. Dus daar is het wel belangrijk dat we daar een goed evenwicht in vinden tussen het behalen van die eindtermen, maar ook rekening houden met het mentale welzijn van leerlingen, van studenten, van leerkrachten ook. Een tweede suggestie is ook dat we de dialoog moeten aangaan. Niet direct zeggen van het is nu zo, we kunnen er niks aan doen, maar zeggen van waarom het zo is, misschien eens ook luisteren van hoe zou jij het oplossen, hoe zou jij het aanpakken, hoe voel jij je nu? Dus die dialoog aangaan tussen verschillende groepen, leerling, leerkracht, leerling, met de directie ook. Dus dat is eigenlijk een heel belangrijke bevinding die we gemaakt hebben. Dus eerst gaan sensibiliseren, eens gaan horen hoe gaat het en dan pas gaan verbaliseren. En tenslotte is het belangrijk dat we naar de toekomst toe een bredere ondersteuningsnetwerk gaan uitbouwen voor zowel de leerkrachten als voor de kwetsbaardere kinderen. Dat die toch wel weten naar waar ze moeten gaan en dat niet enkel degene zijn die al de hulpmiddelen hebben, hun weg vinden naar die ondersteuningsnetwerken. En dan geef ik nu graag het woord aan Robin, die over afstandsonderwijs en digitalisering gaat hebben. Dank u wel, Maarten. En dan nu voor het laatste en vierde onderdeel van deze lezing, het afstandsonderwijs en de digitalisering. Door mij gegeven, Robin de Ruiter, u ziet de naam staan. We gaan eerst eens naar de ervaringen kijken van wat hebben de mensen eigenlijk ervaren met dat afstandsonderwijs hè, en die digitalisering, want dat is toch allemaal wel heel plots gegaan. Hè. Afstandsonderwijs was eigenlijk een volledig nieuwe situatie voor de meeste leerkrachten, voor het algemeen onderwijs. En die heeft zich op heel korte tijd helemaal moeten omschakelen, moeten veranderen naar een nieuw systeem. Afstandsonderwijs, een digitaal onderwijs. Niet zo makkelijk. Veel respondenten gaven dan ook aan van dat is toch wel gelukt eigenlijk. Van we zijn als organisatie wel heel flexibel. En dat vonden ze ook heel mooi. Wij kunnen onderwijs op verschillende manieren gaan geven. Je ziet daar ook een heel mooi gedichtje staan, geschreven door een directeur. Zeker een aanrader om eens te lezen. Ik ga er nu spijtig genoeg niet op kunnen ingaan, wegens de tijd. Maar toch, afstandsonderwijs is een nieuwe situatie en dat toont toch wel eigenlijk van het is gelukt, het is misschien niet zo fantastisch gelukt in het begin, maar het toont wel waar het onderwijs in staat toe is. We gaan beginnen met de voordelen eigenlijk, de voordelen te bekijken van afstandsonderwijs, het heeft wat veroorzaakt, maar wat zijn eigenlijk de voordelen? De eerste is eigenlijk, een aanwezigheid kan eigenlijk gewoon gemakkelijker zijn. Een respondent gaf bijvoorbeeld aan van wij geven bijvoorbeeld avondonderwijs en er zijn mensen met heel hard gevulde schema's, stressvolle schema's, die moeten van Brussel naar Leuven rijden en ze moeten op 10 minuten doen om toch nog op tijd in de les te zijn. Ja, dat lukt nu ineens allemaal, want we kunnen gewoon de laptop opstarten en we beginnen eraan. Andere respondenten gaven bijvoorbeeld aan van we kunnen nu ineens plaatsonafhankelijk les volgen. Je kan in principe van in Amerika de les hier in België meevolgen als je maar de nodige infrastructuur hebt en als je daar de middelen voor hebt. Natuurlijk, die middelen hebben is niet gemakkelijk, maar daar kom ik later op terug. Maar als je die hebt, is dat natuurlijk heel tof. Je kan bijvoorbeeld, hier zei één respondent bijvoorbeeld van
Ik heb gewoon een lezing kunnen volgen van een Amerikaanse professor die vanuit zijn zetel een lezing gaf aan ons. Waarom niet? Het kan. Dus afstandsonderwijs biedt enkele voordelen. Andere voordelen. Onderwijs met comfort. Sommigen denken dat het onmogelijk is. Een harde aulastoel bijvoorbeeld doet pijn aan tijd. Maar het kan wel degelijk. En het afstandsonderwijs heeft dat voor, volgens sommige respondenten, ook wel degelijk kunnen waarmaken. Stel, het is pauze. Een 6 uur lange les. Het is ineens pauze. Je hebt een fantastisch huisdier. Waarom gaan we die niet eens even vastpakken? Je het beste drankje erbij maken. En we volgen de les op de meest comfortabele manier mogelijk. Enkele leerlingen gaven bijvoorbeeld ook al aan van ja, met het afstandsonderwijs kunnen wij gewoon langer in ons bed blijven liggen. Dat doet heel veel voor sommige leerlingen, volgens sommige respondenten ook. Van ja, het is gewoon een leukere manier van lesvolgen, volgens sommigen. Dan nog een voordeel zijn de lesopnames. Superhandig volgens veel respondenten. Je kan die op pauze zetten, je kan die terugspoelen, je kan die soms zelf bijhouden voor later. Van, oei, ik weet het even niet meer. We gaan eens terug naar die les kijken. Ah, nu zit het er weer in. Dus dat geeft wel heel harde voordelen. Je kan lesopnames ook op elk moment van de dag gaan bekijken. Waarom niet? Hè? Als het zo gaat, dan gaat het. Nog voordelen waren, ja, die zelfstandigheid die neemt eigenlijk toe. We zitten in een afstandsonderwijs, we zitten niet meer op school. We moeten het eigenlijk min of meer zelf gaan doen. Als je niet te veel begeleiding hebt, uiteraard. De zelfstandigheid neemt toe. Hier gaf een respondent aan van ja, ik heb eigenlijk gezien hoe mijn 3 kinderen echt het leren in eigen handen namen. Zelf een planning maken, zelf zien wanneer je het beste kan leren, waar je het beste kan leren. Een ander respondent gaf aan, die extra vrijheid, dat heeft toch wel iets. Bijvoorbeeld, zij heeft een studentenjob. En de lesopnames, ja, die worden online gezet. Ik kan eigenlijk op zelf mijn moment kiezen wanneer ik die lesopnames ga bekijken. Ik doe dat dan bijvoorbeeld in de avond en overdag kan ik gewoon gaan werken. Dit systeem werkt voor mij, dus waarom zou dat niet fantastisch zijn als het werkt voor die student? Hè? Dus de zelfstandigheid nam toe. Nog een voordeel. Dan nog eentje. De digitale tools worden ontdekt. Hè? Leerkrachten die zijn eigenlijk gedwongen als het ware, of toch veel leerkrachten zijn gedwongen als het ware, in het afstandsonderwijs moeten gaan. Maar ja, die hebben dan ook een manier moeten zoeken van, ja, hoe geef ik er eigenlijk die les op de best mogelijke manier door? En daarvoor moeten we eens gaan research doen van, hoe doen we het hier het best? Dus digitale tools, die worden ontdekt. Daar wordt meer kennis mee gemaakt. Opnieuw, er staan veel quotes in van, dit heb ik leren kennen, dat vond ik fantastisch. Eén quote hier zegt van, ja, een bijles geven, dat gaat nu veel gemakkelijker in plaats van frustrerende mails heen en weer. Ik weet niet wat je bedoelt, doe het eens zo. Nee, gewoon plan een bijles digitaal in, online lesmoment op wanneer je wilt. Bijvoorbeeld in de vakantie, bijvoorbeeld op een woensdagnamiddag. Waarom niet? Het kan nu ineens en dat geeft wel extra opties voor het onderwijs. Nog voordelen waren, ja, online vergaderingen zijn gewoon handiger. Hier spreekt één docent over, ja, die online vergaderingen online, die zijn gewoon veel plezanter, veel efficiënter. Men verliest zoveel tijd met die in fysiek te organiseren. Ja, online vergaderen is veel handiger en ik wil dat ook behouden later. Dan hebben we het over de voordelen gehad. Maar ja, natuurlijk, het is niet één mooi leuk verhaal. Er waren ook zeker uitdagingen in dit afstandsonderwijs. En de eerste daarvan is eigenlijk, ja, er ontstaat een stilte in plaats van een leuke interactie tijdens de lessen. Hier één docent zegt er eigenlijk, ja, ik droom er vooral van om terug gesprekken te voeren met mijn studenten. Niet om de beurt spreken via online, maar echt spreken tegen elkaar, luisteren naar elkaar. En al het leuke dat erbij komt. En dat is heel moeilijk volgens veel respondenten. Om dit via afstandsonderwijs te doen. Dus het is, ja, toch wel een grote uitdaging. En dat wordt ook echt wel gemist. Nog een uitdaging was, ja, zelfsturing is veel eisend. Ik was er daarnet al een beetje op ingegaan. Voor sommige leerlingen werkt het, maar voor anderen werkt het helemaal niet. Zelfsturing, zo ineens alles op jezelf gaan doen. Je bent het niet gewoon.
Je weet ook niet hoe je ermee moet omgaan. Dat kan heel, heel impactvol zijn voor sommige leerlingen en leerkrachten. Van, hoe begin ik hier aan? Ik weet het niet. Hier zei één student van, ja, de afstandsonderwijs kwam er. Ik wist niet hoe ermee om te gaan. Ik liet het even liggen. Het heeft een jaar geduurd voordat ze eigenlijk haar ritme heeft gevonden. Van, hoe doe ik dit nu het best? Hoe pak ik dit het best aan? Wanneer leer ik niet? Wanneer maak ik vrije tijd vrij? Dus dat is helemaal niet simpel voor veel leerlingen. Zeker als je daar niet mee leert omgaan. En ook verschillende respondenten hebben hierover gezegd van, ja, dat was echt wel het moeilijkste. Die motivatie, die zelfsturing. En dat mag niet onderschat worden. Dan aan de leerkrachten hun kant. Ja, de switch naar het afstandsonderwijs, hè, de omschakeling naar het afstandsonderwijs, ja, die vereiste gewoon een supergrote investering van leerkrachten. Ook leerkrachten hadden hier nog niet veel mee te maken gekregen. Van, ja, we zijn het gewoon om normaal onderwijs te geven, zoals we altijd al hebben gekend. En nu ineens moet het allemaal anders. Ja, hoe doen we het? Er was ook niet zomaar een guidebook dat je online vindt van, geef zo het beste afstandsonderwijs. Ja, je moet het maar doen. Dus ook leerkrachten moesten zichzelf gaan heruitvinden, om het zo te zeggen, om toch hun vak, hun richting, hun passie op de beste manier door te geven, op een heel andere manier, waar dat ze niet meer bekend waren. Eén quote gaf hier ook aan, bijvoorbeeld, ja, voor mij ging het wel goed als leerkracht, maar ik heb bijvoorbeeld collega's in de 50 die daar nog geen kaas van hebben gegeten. Ja, begin er maar aan, hè. Dus het vereiste wel degelijk een grote investering van leerkrachten. En die zijn daar ook, ja, vaak verschillend, op verschillende manieren mee omgegaan. Sommigen die hebben dat fantastisch gedaan volgens hun leerlingen. Andere leerlingen die zeiden bijvoorbeeld van, ja, ik heb daar heel weinig inzet gezien, toch in het begin van het afstandsonderwijs. Dus hier zijn ook heel verschillende meningen over. Maar één ding staat vast, hè, het vereiste wel degelijk een grote investering van leerkrachten. Nog een uitdaging, hè? Het was gewoon onmogelijk voor sommige richtingen, niveaus of vakken om te schakelen. Hè? Het ging hier vooral dan over bijvoorbeeld praktische richtingen of lagere jaren, zoals kleuterjaren, praktische richtingen zoals zorgkunde of BSO-richtingen bijvoorbeeld, zoals houtbewerking. Doe het maar eens vanaf thuis uit. Hè. Het school heeft niet de middelen om overal in elk huis zomaar een workshop te gaan installeren met alles wat men nodig heeft. Ja, dat gaat gewoon niet. Steek maar eens een auto in elkaar van achter de computer. Heel moeilijk. Uiteraard, voor sommige klassen ging dat dan veel beter, maar daar ga ik later op terugkomen. Dus sommige niveaus of vakken slaagden er gewoon niet in om dit op een efficiënte of toch goede manier ook te implementeren in het afstandsonderwijs. En dan meer algemeen, ja, sommige leerlingen, het was gewoon heel moeilijk. Ineens alles zelf gaan doen. Hier is bijvoorbeeld een quote van een leerling. Ja, ik ben al een trage werker en ik vond het best veel leerstof. Het was ook nieuwe leerstof. Als je dat ineens op je afkrijgt, je mag het allemaal zelf gaan doen. Je hebt veel minder ondersteuning dan in de klas. Ik kan niet zomaar een vraag direct stellen. Ja, dat doet wel iets met een leerling. Van, hè, ze zwom in het werk die week. Dus daar moeten we wel degelijk rekening mee houden. Dat het afstandsonderwijs is niet voor elke leerling gemaakt. Toch zeker niet in zo'n snel stadium. En dan gaan we over naar de suggesties. We hebben de voordelen gezien. We hebben ook de uitdagingen gezien. Maar wat zeggen de mensen eigenlijk over de toekomst? Ze hebben een beetje geproefd van dat afstandsonderwijs. Maar wat zijn hun suggesties nu voor de toekomst? Gaan we dit houden? Willen we dat niet? Zijn we er gek van geworden? Wat hebben ze gezegd? Eén quote zei bijvoorbeeld over, er was hoop op verandering. Ze hebben een beetje geproefd van dit afstandsonderwijs, het hybride onderwijs, de digitalisering. En ze hebben daar toch wel dingen in gezien dat de moeite waard zijn. Ze hebben ook gezien dat het onderwijs heel flexibel is. Het kan anders. Het kan op andere manieren. Deze quote van een directielid zei bijvoorbeeld van, ja, waarom kunnen we niet veranderen tot een systeem waar dat we elke leerling, elke school het best mogelijke systeem aanbieden? Waarom kunnen sommige scholen niet met het afstandsonderwijs werken? Waarom kunnen we geen mengeling van beide aanbieden? Dus hoop dat er eigenlijk plaats komt
om na te denken voor verandering. En het misschien zelf te implementeren als het zover komt. Een suggestie van meerdere respondenten was inzetten op digitalisering. Dat was een van de eerste suggesties. Inzetten op digitalisering. Van, we hebben daar nu wel mee kennis gemaakt, maar kennen we het ook door en door? Hè? Die digitalisering, dat zit nog een beetje in zijn beginstadion in het onderwijs. We hebben daarmee kennis gemaakt, maar het moet eigenlijk veel verder gaan dan dit. We moeten dat leren kennen en daar het maximale van gebruik maken. De computer was ook gekozen als het symboolvoorwerp van deze pandemie. Van, ja, we hebben aan de respondenten gevraagd van ja, als je een voorwerp kon kiezen waaraan je het eerste denkt bij deze coronapandemie, ja, dan was het wel de computer. Dus ja, als dat het symboolvoorwerp is, dan moeten we er ook voor zorgen, denk ik, dan, dat men die computer ook zo goed mogelijk kan gebruiken. Dus inzetten op digitalisering als eerste suggestie volgens de respondenten. Tweede suggestie was ja, simpelweg een pleidooi voor een hybride onderwijs. We hebben daarmee kennis gemaakt. Daar zitten goede dingen in. Laten we die goede dingen ook behouden. 8% was voorstander van een volledig afstandsonderwijs. Dat moeten we wel extra onderstrepen van een volledig afstandsonderwijs. Hè. We vroegen bij hen, ja, waarom zou je nog naar school gaan of naar de campus of naar de klas als je toch digitale lessen hebt? En een 8%, dat is maar 8%, maar het is nog altijd 8%, zei van, eigenlijk is het wel goed voor mij. Ik zou eigenlijk niet meer gaan naar school dan zelf. Maar de meerderheid die pleit dan toch wel voor een mix van hier zitten goede dingen in het afstandsonderwijs, die kunnen we behalen. Misschien kunnen we daar delen van implementeren, bijvoorbeeld een dagje in de week afstandsonderwijs, bijvoorbeeld. En de rest volledig terug normaal onderwijs, zodat we onze vrienden nog kunnen zien, bijvoorbeeld. Hier is een quote van de directie van ja, daar is toch wel een bepaalde hoeveelheid van jongeren, van leerlingen bijvoorbeeld, die een soort van hybride onderwijs ziet zitten. Of die heeft gefloreerd in het afstandsonderwijs, die daar toch wel kansen in heeft gezien. En dan volgens de quote, mogen we die groep echt wel niet vergeten, ook al is dat niet de meerderheid. Iets om in rekening mee te houden. Dan nog bij het pleidooi van hybride onderwijs. Waarom zouden we een hybride onderwijs willen? Wel, gewoon simpelweg een efficiëntere organisatie. Er bestaat enorm veel potentieel om tijd te winnen, volgens deze zorgmedewerker, als leerkrachtenteam in het online systeem. Denk dan bijvoorbeeld weer aan die online vergadering, dat geeft enorm veel tijdswinst en andere dingen. Ook is het heel interessant voor cognitief sterke leerlingen. Sommige kinderen die hebben het heel goed gedaan in dat afstandsonderwijs. Waarom zouden we dat afpakken van hen? Hè? Het ging heel goed, ze vonden het positief, ze willen het zelf ook, gedeeltelijk of helemaal. Waarom zouden we het dan afpakken? Hè? Ze leren er enorm veel bij, dus waarom het afpakken? Pleidooi voor hybride onderwijs. Dan een derde suggestie naar de toekomst is eigenlijk ja, kijken naar de mogelijkheden voor flexibilisering en het individualiseren van het onderwijs. Ja, waarom? We hebben het gezien, het school is enorm flexibel. Het kan meerdere richtingen uitgaan als we dat willen. Eén quote zegt hier bijvoorbeeld, ja, corona heeft wel getoond dat er gedifferentieerde leerwegen mogelijk zijn. Waarom zouden we die dan ook niet kunnen aanbieden? Waarom kunnen we niet het beste systeem voor elke leerling gaan aanbieden? Waarom kunnen we niet flexibel zijn en individuele leerpaden aanbieden voor elke leerling of groepjes van leerlingen, als die het op die manier veel beter gaan doen? Dus hier is wel iets uitgekomen en dat hebben deze respondenten ook gezien. Van hier zijn dingen mogelijk. Er wordt veel gesproken over een digitalisering, maar ja, je hebt dan niet zomaar toch niet de beste vorm in de eerste plaats. Dus er zijn wel wat voorwaarden bij ook. En een van de eerste voorwaarden om tot een goede, kwaliteitsvolle digitalisering te komen, is een goede infrastructuur. Afstandsonderwijs is simpelweg meer dan een laptop. Het is niet zomaar, je geeft een laptop af en het is allemaal in orde. Daar komt enorm veel bij kijken. Wifi, je moet goed internet hebben. Je moet ook een goede leeromgeving hebben om daarin te floreren en zo goed mogelijk te leren. Het is niet allemaal evident.
En niet elke leerling heeft daartoe de toegang. Hier is bijvoorbeeld ook een quote van, ja, iedereen moet een eigen computer beschikken en zijn haar eigen ruimte hebben waar ze ongestoord kunnen werken. Dat je niet zomaar in de keuken zit te leren, want er is gewoon geen andere plaats. Er zitten nog andere mensen thuis te werken. Die infrastructuur is nodig. Dan heb je nog een voorwaarde voor een goede kwaliteitsvolle digitalisering. En dat is het professionaliseren van leerkrachten. Zij moeten gewoon bijgeschoold worden. En dat is ook langs één kant heel normaal. Dat is geen kritiek of zo. Want ja, de meeste leerkrachten die hebben daar eigenlijk nog nooit mee te maken gehad. Maar nu ineens komen we in een nieuwe situatie. Dus die leerkrachten moeten daar ook extra op voorbereid worden. Denk aan aan bijscholing, een nieuwe opleiding tot een nieuwe digitale opleiding dan, als je tot een afstandsonderwijs, gedeeltelijk of helemaal zou komen. Je hebt heel andere leermethodieken nodig, bijvoorbeeld. Wat is goed afstandsonderwijs? Hoe geven we dat het best? Wat zijn de goede werkvormen? Is dit al getest? Moeten we dit zelf gaan testen? Wordt dat trial and error, vallen en opstaan? Dus daar moet ook over nagedacht worden. Niet iedereen is daar zomaar op voorbereid. Nog een voorwaarde voor die digitalisering is gewoon tijd nemen om daar eens deftig, grondig over na te denken. Hoe kunnen we die digitalisering op een zo goed mogelijk, efficiënt mogelijk manier integreren als we die zouden gebruiken? Bijvoorbeeld heel veel, volgens deze quote, heel veel docenten die hebben eigenlijk teruggegaan naar de essentie van hun les, van wat geven we eigenlijk wel nog door via dit afstandsonderwijs en wat helemaal niet. Wat kan er volgens dat afstandsonderwijs, wat helemaal niet. En deze docent heeft daar heel veel positieve ervaring bij gehad. Waarom? Ze zijn gaan herdenken en ze hebben daar ook heel extra veel, ik val uit mijn woorden, ze hebben daar extra over nagedacht, waardoor dat ze eigenlijk veel meer zijn goed beginnen nadenken over wat moeten we hier nu, wat moeten ze echt kennen en hoe geven we dat het beste door? Dus dat heeft wel een beetje tijd nodig om tot de beste mogelijke vorm te komen van een afstandsonderwijs of van een digitaliserend onderwijs. Nog voorwaarden, niet alleen de digitale competenties bij leerkrachten, maar ook bij leerlingen. Ook die leerlingen moeten die computer efficiënt kunnen gebruiken en daar zoveel mogelijk kunnen uithalen. Een leerkracht zegt hier van ik denk dat er op school veel te weinig op ICT wordt gehamerd. Het moet veel ambitieuzer zijn. Het is niet iedereen weet zomaar wat uploaden is en waar dat men wat moet doen. Dus daar komt ook weer wat bij kijken. De andere quote zegt, de wereld gaat alleen maar technologischer worden. Het is best dat we die leerlingen daarin meenemen. En die mogen we zeker niet vergeten. Nog een voorwaarde, de voorlaatste, was eigenlijk een aandacht hebben voor die digitale kloof. Er is gewoon een digitale kloof aanwezig volgens de respondenten hier. Eén quote zegt hier, een begeleider zegt, ik vind niet dat je alles online moet schakelen als maar de helft van je mensen daar toegang tot heeft. Zij kunnen gewoon niet meegaan in het verhaal. Dus er is een digitale kloof en daar moet op gewerkt worden. Die moet weggewerkt worden voordat men al van afstandsonderwijs kan spreken. Er staat ook weer een mooi verhaal bij in het artikel, zeker aan te raden. En dan als laatste voorwaarde is er eigenlijk het flexibiliseren van leerplatformen, flexibele leerplatformen aanbieden. Als men via afstandsonderwijs gaat werken, dan is het misschien wel goed dat men als regering daar ook geld voor gaat vrijmaken, dat dat gesteund wordt en dat de regering of een andere onderwijsinstantie flexibele leerplatformen kan aanbieden, volgens deze quote, die dan de scholen kunnen gaan optimaliseren en gaan gebruiken voor hunzelf. Scholen kunnen dan hun eigen systeem opbouwen, waardoor dat ze eigenlijk hun manier van werken zo goed mogelijk optimaliseren en er zoveel mogelijk kansen zijn tot gedifferentieerde leerwegen. Dus zoveel mogelijk opties aanbieden, zodat de scholen daar eigenlijk de best mogelijke manier van leren kunnen invinden. En dat wil ik jullie vooral bedanken, want we zijn aan het einde gekomen voor deze vier artikelen. En dan geef ik terug het woord aan Leen Allaerts. Bedankt van het hele team. Ja, merci dat jullie zo lang hier nog zo voor de match van de Rode Duivels blijven luisteren. We vonden het zelf heel erg fijn om in deze data te duiken.
Ik denk dat ik ook namens Robin, Maarten en Olivier kan spreken. We zijn natuurlijk ook wel benieuwd wat dat jullie van dit vinden. We beseffen dat er heel veel heel bekend in uw oren zal klinken, maar we hebben echt geprobeerd om een hele dwarsdoorsnede te maken. Misschien is er zo dadelijk even tijd voor wat reacties, maar misschien kunnen we nu eventjes onze reflectie. We hebben een discussiant, Andy, die ook betrokken is op het project Som 1000, maar dan vanuit de stuurgroep. Misschien is het fijn dat jij enkele reflecties met ons deelt. Ja. Dankjewel, Leen. Ja, ten eerste, dames en heren, ik heb hier net gehoord dat er zo meteen nog iets belangrijks op de agenda staat, dus ik zal proberen het kort te houden. Ik heb de bevoorrechte taak als discussant dat ik eigenlijk de artikels al op voorhand heb kunnen lezen. Dat wil zeggen dat ik begin deze week de artikels doorgestuurd heb gekregen. En ik moet in alle eerlijkheid zeggen, ik heb daar met heel veel plezier heb ik door die teksten kunnen gaan. Er zijn een aantal aspecten die ik even wil aanhalen en die misschien wel opvolging vragen in de toekomst. Is het dan samen met Som Leuven? Dat weet ik niet. Waarschijnlijk soms wel. Maar zeker vast een aantal weerspiegelingen die voor het Leuvense onderwijsveld op zijn minst op de boterham zullen komen. Ik zal ook de vier thema's die daarnet gebruikt zijn proberen te hanteren. Dat maakt het denk ik een beetje makkelijk om te kunnen volgen. Maar ik wilde ook wel ten eerste mijn appreciatie uiten naar het werk van de studenten. Ik denk dat dat mooi is en dat ligt er en dat is goed dat er ligt. Maar los daarvan wil ik starten met een soort van uitnodiging. Jullie kunnen allemaal, of jullie hebben allemaal toegang tot de materialen of tot de data. Alleszins neem je dat aan. En als dat niet zo is, dan moet dat straks maar rechtgezet worden. Maar mijn vraag zou daar eigenlijk zijn, of de uitdaging zijn, ga zelf heel veel aan de slag met die data. Doe daar massaal veel mee. Hè. Bevraag ook de onderzoekers van daarnet. Bevraag elkaar. En zorg ervoor dat het debat dat we eigenlijk hier vandaag starten, en dat eigenlijk al een tijd leeft natuurlijk, dat we dat ook in leven kunnen houden. Ook als we hopelijk ooit corona kunnen vergeten. Er zijn nog een aantal kritische bemerkingen die ik hier heb in zaken het gevoerde onderzoek of in zaken de artikelen. Ik ga die nu als een soort van collegialiteit niet uit. Ik stel voor dat ik eens apart met de studenten en de onderzoeker samen zit om daar eventjes door te gaan. Dat lijkt me hier nu op dit moment niet echt aan de orde te zijn. Maar dus die uitnodiging, ik wil die echt wel serieus nemen, die uitnodiging. Ik kan me bijvoorbeeld perfect inbeelden dat binnen een periode van 5 of 10 jaar er plotseling andere, nieuwe, jonge onderzoekers naar dezelfde data kijken met een frisse blik en plotseling tot heel andere conclusies komen of tot inzichten komen waar dat wij misschien op dit moment niet toe komen. Dat zijn we daar wat afstand van kunnen nemen. En dat op dit moment voor zowel Leen als de studenten wat moeilijk is, want wij zitten er allemaal middenin. Maar dus ik zou graag ook die thema's die gedefinieerd zijn ook eventjes aanhalen. En ik zou willen beginnen met het thema van het afstandsonderwijs. Jullie hebben dat zo net kunnen horen van de studenten. Hoe dat eigenlijk de respondenten kijken naar dingen als lesopnames, naar nieuwe digitale tools enzovoort. Ik denk maar, het ging zelfs op een bepaald moment over kunnen uitslapen. Dat was blijkbaar heel belangrijk. En wat dat eigenlijk allemaal betekende voor de respondenten. Ik zou dat eigenlijk graag naar niet zo hoog niveau willen tillen. Ik zou eigenlijk willen zeggen dat hoe gaan wij allemaal erin slagen om leeromgevingen te creëren waarbij we alle leerlingen betrekken. Want het is daarnet denk ik in de gepresenteerde werken heel goed aan bod gekomen dat we verschillende groepen van jongeren hebben, of verschillende jongeren hebben, dat op zich wisten we dat natuurlijk al, hè, maar dat de acties en de maatregelen door die groepen helemaal anders gepercipieerd worden. Ik probeer wat concreet te maken. Er zijn leerlingen die geen afstandsonderwijs meer willen. Die willen alleen maar face-to-face. Die willen naar die klas komen. Die willen elkaar zien, ruiken en weet ik veel wat allemaal. Maar er zijn leerlingen voor wie dat het afstandsonderwijs heel positief beoordeeld wordt. En die zeggen, ja, maar waarom zou ik nog naar die campus komen? Ik kan dat van thuis ook. En ik denk dat het een bij wijze van spreken een soort van huzarenstuk zal worden, een echt een helse opdracht, om die verschillende groepen met elkaar te verenigen in de toekomst. Want ja, er zijn er die niet naar de kampen komen, er zijn er die alleen maar naar de kampen komen. En hoe gaan we daarvoor kunnen zorgen? En er is er net al een kleine suggestie gedaan, denk ik. Het pleidooi voor flexibele leerwegen. Dat kan daar deels een antwoord op bieden. Los daarvan denk ik dat het niet oninteressant is dat we dus die vraag ons blijven stellen. We stelden ons die denk ik gisteren al, eergisteren.
vandaag, morgen en we gaan ons die blijven stellen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we een leeromgeving hebben waar dat we eigenlijk ja, al die leerlingen betrekken? Zowel degenen die naar campus willen komen als degenen die liever thuis onderwijs krijgen. En wat ik daarnet niet gehoord heb, maar wat dat wel interessant was voor mij om te lezen, is in de tekst wordt er, als het gaat over afstandsonderwijs, wordt er gevraagd om ontwerptijd te voorzien. Dat gaat vanuit de docent of uit de leraarzijde. Voorzie tijd zodat we kunnen ons onderwijs ontwerpen of herontwerpen. Uiteraard, ja, jullie zullen van mij niet horen dat ik dat enigszins zou betwisten. Natuurlijk is dat belangrijk dat er ontwerptijd is. Maar ik wil graag een kleine kanttekening bij plaatsen. En die kanttekening gaat als volgt dat ontwerptijd zonder ontwerpvaardigheden ook niet zo'n interessante piste is. Hè. Dus ik denk dat er hier een grote uitdaging is voor het hele onderwijsveld eigenlijk. En dus ook voor de lerarenopleiding. Is hoe gaan we er eigenlijk voor kunnen zorgen dat we voor alle leraren voldoende ontwerpvaardigheden teweeg brengen. En dat we die eventueel zelfs nog wat kunnen aanscherpen van degenen die al met wat bagage zitten. Dus niet onbelangrijk, denk ik, dat we daar durven zeggen dat we daar aandacht aan moeten besteden. Ja, er moet ontwerptijd zijn, maar let op, er moet ook de skill zijn om te kunnen ontwerpen. Dus dat is toch wel een kanttekening die er even wil bijplaatsen. Als we dan kijken naar het thema de rol van scholen en leerkrachten, dan lees ik in het artikel dat leraren en scholen veel veerkracht en inzet getoond hebben. Ik wil dat niet betwisten. Ik wil dat niet tegenspreken. En ik denk dat dat klopt. Dat klopt volgens mij wel. Maar ook hier een kleine kanttekening. Dus achteraf kan er straks misschien het gesprek wel weer verlegd worden. Maar ik heb zo vermoeden, en eigenlijk heeft Leen dat ook aangegeven, de meeste reacties die komen natuurlijk uit Leuvense. En laat nu net al een onderwijscontext zijn die mede door SOM, door het werk van SOM de afgelopen jaren, die eigenlijk al een beetje klaar was, denk ik, voor zo'n soort van innovatieve praktijk, namelijk overschakeling op afstandsonderwijs. En wat dat voor mij wel boeiend en interessant zou zijn, is eigenlijk te weten dat er, of hoe dat het eigenlijk eraan toe gaat in scholen die minder beroep kunnen doen op zo'n netwerk of op gedreven partners in de stad. Hebben die dezelfde veerkracht en inzet getoond. Ik denk dat dat een soort van to be continued is. Ik denk dat we daar toch nog wel het een en ander kunnen leren. En daarnaast lees ik ook, en dat is net ook verteld geweest, dat in deze coronatijden, en we zitten er eigenlijk nog altijd natuurlijk volop in, dat er veel huisbezoeken geweest zijn. En ik denk dat dat toont, of in ieder geval voor mij toont dat toch, dat leraren ver willen gaan voor hun leerling of cursist. En ver gaan is hier zowel de metafoor als het fysiek. Ze willen ver, ze willen dingen brengen, ze willen die huisbezoeken doen. Maar ook daar een kleine bedenking die ik me maak. In heel veel situaties is net die school, of kan die school ervoor zorgen, dat die thuissituatie vergeten wordt. We hebben daar ook een aantal quotes over gehoord daarnet. Dat een aantal bekommernissen die er bijvoorbeeld zijn bij jongeren, dat ze die alleszins toch voor even opzij kunnen schuiven en de schoolpoort kunnen binnenwandelen. En natuurlijk, ja, het spreekt voor zich dat huisbezoeken of het binnentreden in de huiselijke context, ja, dat daar het lastig in is. Dat maakt die breuk niet meer duidelijk. En dus, ik wil eigenlijk zeggen, ik wil helemaal geen afbreuk doen aan die ondersteuning die geboden is door leraren om die huisbezoeken toch te doen. Ik denk dat dat interessant is. En integendeel, ik heb dat geen afbreuk, integendeel, ik wil dat bevestigen. Een soort van dank voor appreciatie voor uitspreken. Maar ik denk dat we toch wel grondig moeten nadenken. En eigenlijk al naar volgend schooljaar toe. En ook alle schooljaren die volgen. Of dat we dat willen continueren. Die huisbezoek op die school. Met school naar huis gaan. Ik zeg niet dat we dat niet moeten doen. Maar ik denk dat we daar heel grondig moeten over nadenken. Of dat altijd of in elke situatie wel wenselijk is. En omtrent de rol van de school, ja, denk ik dat ik daar ook wel duidelijk kan zijn. In het artikel hebben we ook gelezen dat de rol van de school vaak omschreven wordt als een soort van sociale ontmoetingsplek. Dat is een term die nog een aantal keer valt. En dat lijkt me maar goed, dat lijkt me ook logisch. Maar ik wil toch benadrukken, en dat is daarnet tijdens de lezing ook aan bod gekomen. Ik vind het wel fijn, dat die nuance zit iets minder in de tekst, maar heb ik daarnet toch wel gehoord. Dat niet in contrast hoeft te staan met de school als een plek waar dat veel geleerd kan worden. En zelfs kan en moet worden. Dus laten we zeker dat laatste niet vergeten. Dus ik spreek ook, en het valt misschien op, een aantal keer spreek ik ook hoop uit. Ik spreek ook hier een hoop uit. Dat we van het schooljaar 2021-2022 eigenlijk een heel mooi, prachtig sociaal jaar kunnen maken.
maar vooral een jaar waarin we veel kunnen leren en waarin dat er veel geleerd wordt en waarin dat we het leren enorm stimuleren. Dus ik denk dat het een het andere niet uit mag sluiten, of in ieder geval voor mij toch niet. En afsluitend bij dit thema, dus bij het tweede thema, wil ik nog een aantal eerder kleine bedenkingen maken. Het valt mij toch wel op dat er gesproken wordt over het verbreden van de rol van de school en de leraar. Maar eigenlijk die argumentatie, die lijkt mij niet zo nieuw. Er wordt bijvoorbeeld aangegeven, in de tekst was er net iets minder aan bod gekomen, dat de leraar een vertrouwenspersoon wordt of een motivator doorheen de pandemie. Of dat de leraar zijn inhoudelijke expertise moet gaan tonen. Terug naar de essentie gaan, werd er gezegd. Wegbereider, dat snap ik dan niet zo goed, maar dat zal op die aan mij liggen. Maar ook hier, opnieuw hoor je een hoop van mij, ik hoop dat die rollen voor de pandemie ook aanwezig waren. En dat die dus ook door leraren werden opgenomen. Ik kan me eigenlijk geen onderwijslandschap inbeelden eigenlijk. Waar dan leraren, laten we zeggen een kleine 2 jaar geleden, geen motivator waren. Of waar ze hun expertise niet toonden, door misschien een aantal dingen te laten vallen of terug naar de essentie te gaan. Dus ik denk dat daarin, als het gaat over het verbreden van de rol van de leraar in school, denk ik dat het eigenlijk geen nieuwe verhalen zijn. Een andere bedenking die ik me maak is, in de tekst wordt gesproken over differentiatie van het lerarenambt. Ik vind het een beetje bizar dat hier eigenlijk aan bod komt. We weten eigenlijk ondertussen dat onderwijs een bijzonder complex fenomeen is. We weten dat wel. En het begeleiden van leerprocessen, dat is misschien wel een van de grootste uitdagingen die dat er zijn. En daarom denk ik dat we eigenlijk al jaren weten, of het inzicht hebben, dat lerarenteams belangrijker zijn dan bij wijze van spreken de individuele leraar. En dat multidisciplinaire designteams, zoals we dat dan noemen, dat zijn waarde heeft. En dat die goed werk kunnen leveren. En dat die misschien zelfs een stapje verder, of die eigenlijk noodzakelijk zijn om dat complexe fenomeen, onderwijs, te tackelen, om daar een antwoord op te bieden. En dan zou ik durven een beetje misschien wat scherp zeggen, eigenlijk heeft dat voor mij persoonlijk, is dat niet veranderd doorheen de pandemie. Ik was ervan overtuigd voor de pandemie, dat we spraken over lerarenteams en niet over individuele leraren. Ik was eigenlijk voor de pandemie ervan overtuigd dat we, als we goed willen ontwerpen, dat we met multidisciplinaire teams moeten werken. Dus in dat opzicht denk ik dat de pandemie dat eigenlijk niet veranderd heeft. Het aspect welzijn van leerlingen en leerkrachten. Over het thema wil ik even kort zijn. Ik zie vooral in de citaten heel veel hoopgevende dingen terugkomen. Veel liefde, veel ondersteuning. En ik moet toegeven, dat heeft me wel een beetje getroffen. De meeste mensen die mij kennen, die merken dat ik niet zo vaak over het woord liefde zal spreken. Wel, dat heeft me wel enorm getroffen. En daar zijn heel mooie dingen naar boven komen. Maar ook hier wil ik een soort van kleine kanttekening bij plaatsen. Ik merk in het artikel dat er een soort titel gebruikt wordt als een evenwicht tussen eindtermen en welzijn. En ik denk een beetje, maar dat is ook iets wat ik graag met de onderzoekers individueel nog wel eens wil bespreken, dat die titel en ook de duiding die bij dat aspect hoort, de complexiteit van heel het debat eigenlijk niet volledig dekt. Zo weten we bijvoorbeeld dat naast het ervaren van druk en stress enzovoort, dat jongeren of lerenden ook voldoening kunnen halen wanneer zij iets kunnen tonen, wanneer ze kunnen tonen dat zij iets kunnen. Wat we noemen het tonen van competentie. Ook daar kan een soort van voldoening uitkomen. Dus ik denk dat het correcter is volgens mij om het debat niet alleen te specificeren over stress en druk die jongeren ervaren als het gaat over eindtermen en welzijn, maar dat het dus ook gaat over het tonen van wat men wel kan en dus dat daar ook een soort van positieve zijde aan is. Vooral duidelijkheid, dit is geen pleidooi tegen welzijn, maar ook een aandacht voor andere dingen. En als het dan gaat over de rol van beleid en die iets langere titel van dat stukje, dan denk ik dat ik ook hier relatief kort in kan zijn. Er staat op bepaalde momenten in de tekst dat het Vlaams onderwijsbeleid verwarrend communiceren. Dat is een letterlijk citaat, wel, ik denk dat we daar wel enige waarheid in zien. Het zal denk ik moeilijk worden om dat te weerleggen. Maar opnieuw merk ik ook in dit stuk dat de stad Leuven eigenlijk zeer positief gepercipieerd wordt door de mensen. En opnieuw, ik durf dat ook al eerlijk zeggen, ook door het toedoen van SOM, lijkt mij. En ik had het dus ook al eerder aan, dit zal niet overal zo zijn. Ja, de zomerscholen in Leuven, die worden door velen omschreven als een groot succes. Ik denk ook dat dat zo is. Maar ik nodig jullie wel eens uit om in andere steden te gaan kijken.
om met bestuurders van scholen te praten waar er bijvoorbeeld geen vrijwilligers gevonden werden. Of scholen waar de leraren elkaar helemaal niet wilden meewerken. Of waar wij als schoolleiders eigenlijk bijna zelfs het nut van zomerscholen weglachten. En dan gaan ze maar door. Dus ik denk dat we ook moeten durven zeggen dat niet alle verhalen zo mooi zijn als het verhaal van Leuven. En ik denk dus dat het ook hierbij duidelijk is dat ik Som Leuven een warm hart toedraag. En laten we ons dan ook bewust zijn eigenlijk dat we in een soort luxe context zitten. Er is een luxe aan ondersteuning in het Leuvense. En ik denk dat we daar, we gaan niet heel veel namen opnoemen, maar ik denk dat we daar toch ook in deze tijden Loren en Lotte wel voor kunnen bedanken. Er is daar een luxe situatie gecreëerd. En de tijd dan een beetje in het oog houdend, wil ik afsluiten met een soort van prognose voor de relatief korte tijd, een soort toekomstverspanning voor heel kort en heel nabij, 1-2. En dan geef ik terug het woord aan Leen, denk ik. Goed. Oké, we gaan jullie niet heel lang nog in deze vergadering houden. Er is nog een hele leuke afsluiter voorzien en dat is de rap die gemaakt is door de leerlingen van de Steiner School. Dus ik hoop dat jullie nog allemaal zin hebben om die eventjes te zien, want die is echt indrukwekkend. Achteraf mag iedereen natuurlijk ook nog enkele bedenkingen uiten bij de onderzoekers, maar als de match voorgaat, begrijpen we dat volledig. Verder willen we ook even uiten dat er de mogelijkheid is voor scholen om volgend jaar ook in een leergemeenschap te stappen rond leren na corona, rond welzijn, rond digitalisering, maar ook rond gelijke kansen. Als je interesse hebt, kan je met mij contact opnemen. Ik heb mijn e-mailadres in de chat gezet en dan ga ik nu de rap opzetten. Andy, heel hartelijk bedankt voor uw kritische, maar toch echt heel intelligente en fijne opmerkingen. We vinden dat zeker waardevol dat je dat zo degelijk hebt gedaan. En ik vind dat je bedenkingen ook je uitnodiging zeer terecht zijn. Goed, we gaan over naar de rap. Ik ga die nu opzetten. Hopelijk horen jullie die ook. We horen niets, hè? Ja. Sorry, ik wist niet dat jullie niks hoorden. Fijn dat je dat even meldt. Goed, ik had nogthans het geluid opgezet, dacht ik. Ik zal het nog eens doen. Oké, poging nummer 2. Wat ik met jullie wil doen, is straks vanuit al die thema's naar het nu hoorbaar? Onderwerp voor een liedje gaan. Ja? Het is hoorbaar. En dan hier is het gewoon dat je daar zien, een volgorde en een beetje een verhaalstructuur in maakt. Vaak moesten we rennen voor de politie. Daarvan kregen wij een hele goede conditie. Ik ben een deur, ik heb geen munitie om deze strijd te strijden. Een lek van energie, porten met de vrienden is wat we verdienen. Maar we mochten niet weg, we hadden heel erg veel pech. Slecht doet elke keer van het corona-overleg. Maar waar een wil is, is een weg.
Corrupte politiekers laten zich al vaccineren. Ze liegen erover, willen dat wij het accepteren. Te veel antidepressiva gepakt. Misten gewoon lichamelijk contact. Praat over vaccinaties, wordt mij toch wat te zuur. Zouden beter investeren in infrastructuur. Dus daarom werd ik tuinman, gaf feestjes in mijn tuin dan. Vriendengroep compact, mijn moraal gekrakt. Dat wordt beloofd, leek allemaal niet waar, maar ik heb het toch geloofd. In zijn isolement, op zoek naar wie je bent. Die inspo dat ging weg, niks te doen, dikke pech. Terug naar menselijk contact, zijn die relaties nog intact? Weer samen allemaal, wordt onze wereld terug normaal. Tot eenzaamheid verplicht, maar aan het einde komt een licht. Genieten van de kleine dingen, daarmee kan ik al beginnen. Door corona overal, hamsteraars. Iedereen valt door de mand als leugenaars. Regels gestrikt, maar iedereen knikt. Politie agressief, die vuile centendief. Vorig lockdownfeest is toch duur voor zak geweest. Politie uw vriend, maar mijn boete nog niet terugverdiend. Vriendengroep werd nogal compact. Met vier en een kampvuur, exact. Gedaan. Samen gaan we strijden om corona te verslaan. Hou nog even vol, dat hoor je elke dag. Iedereen is boos, iedereen van slag. Al die nieuwe regels, ik ben ze echt zat. Liever ging ik morgen met mijn vrienden op pad. Veel te veel zorgen aan mijn hoofd. Al mijn energie die is niet uitgedoofd. Ik heb veel aan mijn hoofd, maar het is bijna gedaan. Dan kunnen we weer gaan chillen met de vrienden aan het kanaal. We denken aan het verleden, met z'n allen aan de zee. Corona is niet makkelijk, we leven er nu mee. Het is allemaal begonnen met een vleermuis in China. Het is hier wat ze zeggen, maar ik snap er helemaal niets van. Ik weet niet wat te doen, dit was niet volgens plan. Ik wil er weg van lopen, maar er is geen weg te gaan. Allemaal samen voor een betere toekomst. Op de terugkomst van de grote bijeenkomst. We mogen al terug ene gaan drinken. Dat is al iets om af te vinken. Nog even doorzetten, laat de troepen zinken. Dan kunnen we er samen terug op klinken. Hier is de conclusie, nog even wachten. Dan kunnen we terug naar de slapeloze nachten. Oké, ik denk dat dat wel echt geweldig was. Ik vond het zelf echt heel tof om te zien. Ik weet niet of er nog andere reacties zijn. Ik stel voor dat als jullie nog vragen hebben aan mij of aan de onderzoekers. Sarah, ik zie je handje omhoog, maar dat is misschien van daarnet om te melden dat ik het geluid niet had opgezet. Inderdaad. Ja, zijn er nog andere dingen die je graag eventjes wilt delen of vragen die je hebt? We dachten niet meer een apart gesprek met de onderzoekers te doen, maar als jullie graag nog iets willen zeggen of vragen willen stellen of interesse hebben in de leergemeenschap volgend jaar of iets anders, stel gerust. Hartelijk dank, Claire, voor je klappende handjes. ja, inderdaad, de rap vond ik zelf ook echt heel geweldig. Oké. Als er niet onmiddellijk vragen zijn verder, dan stel ik voor dat we hier afronden. Heel hartelijk dank om te komen. Dat hebben we zeker heel erg gewaardeerd. En hopelijk treffen we elkaar in de toekomst in onze inspanningen, zoals Andy zei, voor ja, toch wel een sterker onderwijs na corona.
Dankt iedereen. En zeker ook Lotte en Lore voor het initiatief natuurlijk, hè. Dag iedereen. Hartelijk dank Andy ook. Ach, dat schat. Helene. Hallo, dag Lotte. Fijn dat je er was. Er was iets minder volk. Dat was ingeschreven, maar dat dachten we wel. Ja, ik denk, allee, ik vond het echt tof. En wat ik heel tof vond, is dat het nu allee, tot leven gebracht wordt. Door het zo te vertellen. En allee, ik vind het echt wel een meerwaarde. En er is de opname die we zeker ook gaan verspreiden, denk ik. Maar ik vond het tof. Ik vond dat er schwung in zat en dat het leeft.